Dit is het nieuws van vrijdag 5 juni, met vandaag. 100-jarige in Zuiderheide. Project Music Kids. Vandaag was een groot feest in woonzorgcentrum Zuiderheide. Mevrouw Visser werd 100 jaar. Voor deze heugelijke gebeurtenis kwam burgemeester Ernst Bakker speciaal naar Zuiderheide om haar te feliciteren. Mevrouw Visser, die heeft er zo ontzettend veel plezier in. En ze heeft het ook verdiend, want ik heb het al gehoord van de kinderen. Het is een fantastische moeder. Ik heb al een middelmatig geleefd. Dat niet altijd gewoon uitbundig. De goede puntjes bekijken. Ik heb ze altijd geleerd. Er zit overal een heel goed lichtpuntje aan, hoor. Mevrouw Visser genoot met volle teugen van het feest. En wij wensen haar nog vele gelukkige en vooral gezonde jaren toe. Ja. Vorige week zaterdag vond de 6e Guitar Experience plaats in het prachtige gebouw van Beeld en Geluid. Ook was er de eerste Nederlandse gitaarveiling. Deze stond geheel in het teken van het bijzondere project Music Kids. Maar het leukste van de veiling is natuurlijk dat de opbrengst naar Music Kids gaat. Zit een equalizer erin en hij is in perfecte staat. 150. 150 heb ik dan. 150 is meneer. En dat is een koopje. Dit is echt een koopje. Dit is een initiatief van de Stichting Gitaar voor kinderen die lang of regelmatig in een ziekenhuis verblijven. De bezoekers konden kijken en genieten van de fraaie collectie collector items, van bijzondere gitaren tot goede oude versterkers. Samen met veilinghouder Frederik Willem Bareveld werden er gesigneerde gitaren geveild van onder andere bassist Barend Courbois. De opbrengst gaat naar het Ter Goy ziekenhuis. Daarmee hoopt Stichting Gitaar de muzieklessen, maar ook een nieuwe activiteitenkamer voor kinderen te kunnen realiseren. Music Kids, dat heeft ook te maken met de gitaar eigenlijk, omdat we wilden eigenlijk een veiling, en dat wilde ik al een heel jaar, een gitaarveiling. Omdat wij denken dat er enorm veel gitaartjes op zolder staan, schat op zolder, maar die naam wordt al heel veel gebruikt door anderen ook, maar wij denken dat dit het ook is. En die veiling, dat was meer een extra erbij, en dat geld wat het op zou brengen, dat maakte me eigenlijk niet zo uit. Dat klinkt gek, het gaat niet om dat ik veel geld heb, maar het gaat om dat het moest voor een goed doel. En we wilden het eigenlijk wilden het met Kika doen, maar die wilde alleen maar geld. En wij willen muzikanten naar ziekenhuizen sturen en dat ze daar met die jonge lui in het ziekenhuis muziek gaan maken, muziekbeleving. Ik denk dat wij een snaar, dat klopt ook, hè, we hebben een snaar geraakt die behoorlijk gevoelig was. Want het is er namelijk niet, daar stonden wij nooit bij stil. En wij vinden het belangrijk, ik zit al 35 jaar in de muziek, 35 jaar. En wij vinden het belangrijk met onze leraren om daar wat ruimte in te geven. Dus gewoon muziekbeleving en een beetje rust voor de kids die in het ziekenhuis zitten. De uittip van vandaag. Zaterdag 6 en zondag 7 juni is de jaarlijkse braderie op de Havenstraat er weer, met verschillende marktkraampjes, eettentjes en muziek. Als hoogtepunt is er op de zaterdagavond optredens van verschillende Hollandse artiesten, zoals Thomas Bergen. Zondag is de dag van het park, een landelijke actie om de parken in Nederland in de spotlight te zetten. Voor deze middag wordt er een doel- en spelmiddag voor de jeugd georganiseerd. Nee, ik heb een keer iets meegemaakt en was nogal teleurgesteld. Nou, redelijk. Ja, gelukkig heb ik er persoonlijk niet zoveel mee te maken zelf, dus ja, daar kun je er ook niet ontevreden over zijn. Hè? Ik ben tevreden. Ik heb geen problemen met de politie, dus... Ik zal tevreden blijven. Ja, ik heb een keer een ervaring hier gehad en ik vind dat er weinig mensen aanwezig zijn.
vooral op de zaterdagavond. Als je dan ruzie hebt of problemen hebt, je ziet bijna niemand. Ja, op zich wel. Ik woon zelf nog niet zo heel lang in Hilversum. En ik ga er ook weer weg. Ik ga weer naar Utrecht. Dus, maar volgens mij doen ze het hartstikke goed hier. Nee, ze zijn stom. Ja, ik vind het fantastisch, het politiekorps hier.